Hallo, welkom bij de BLKNWS Speak Session hier vanuit OSCAM. Mijn naam is Akwasi en voor vandaag ben ik jullie moderator. Als museum is een van de hoofddoelen van OSCAM natuurlijk kunst exposeren, mensen inspireren, mensen naar binnen laten komen. Helaas gaat dat niet door de lockdown, dat veel te lang duurt. Ik heb wel een hele bijzondere gast vandaag, Kees de Koning. Hoe ga je? Ja, gaat goed. Ja? Ja. En achter ons BLKNWS, straks gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek. Maar zoals ik al eerder zei, omdat we een lockdown ervaren, is het een beetje lastig om fysiek samen te komen. Dus doen we dit zo nu op deze manier. En het gaat over BLKNWS. BLKNWS is een film van Kahlil Joseph die actuele en historische beelden van zwarte cultuur prominent naar voren brengt. Het kunstwerk wordt voortdurend geüpdate, het wordt bijgewerkt door de kunstenaar en zijn team via een satellietverbinding. Wat heel sick is en wat het een doorlopend stuk maakt. Want het draagt bij aan het karakter van een nieuwsshow. Kijk, normaal gesproken is het best wel makkelijk om... Wij hebben een relatie. Mm-hmm. Een uitvoerige relatie, want ik heb jou natuurlijk al leren kennen in mijn tienerjaren. Ik kan heel veel over je zeggen, maar hoe stel jij jezelf voor op het moment? Hangt van de situatie af. In deze situatie, de kijkers? Ja. Oprichter van Topnotch, denk ik. Zou ik nu zo bedenken. Oprichter van Topnotch? Ja. En? Dat was het, denk ik. Oprichter van Topnotch, ja. Oké. Ja, natuurlijk, iedereen kent Topnotch natuurlijk. Je hebt heel veel betekend met Topnotch voor ontzettend veel levens. Ook, vanuit mezelf bijvoorbeeld, maar ook als ik de jongens van SBMG benoem, van Postman tot Opgezwollen, tot wie dan ook. Er zijn heel veel mensen die je eigenlijk indirect en direct een route op hebt geduwd. Hoe kijk je daar naar terug? Als oprichter van Topnotch. Nu ben je officieel niet meer in functie bij Topnotch. Nee, ontslagen. Heb je jezelf ontslagen? Of ben je ik ben inderdaad niet meer actief. Oké. Maar hoe ik daarop terugkijk... Ja, precies. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je het zo duidt... als zijnde het veranderen van levens... of hoe levens samenkomen. Het is zo, toch? Ik weet dat ik het grootste compliment vond... dat ik merkte dat het... een soort ecosysteem werd of zo toen... althans dat je in ieder geval de creatieve leven van iemand verandert... was toen ik met Opgezwollen ging werken... en dat zij heel erg vertelde hoe belangrijk die plaat van Extins was geweest voor hen. Toen dacht ik, oh, weet je, het gaat door. En eigenlijk, daar was ik met Ronnie Flex die het had over Kempi. En dat vind ik wel achteraf gezien, daar ben ik heel trots op. Zo. Dat geeft een heel erg bevestiging en ook... Maar ook nu wat er gebeurt, dat Vincent Alias Jiggy Djé... dus nu de CEO is van Topnotch en Noah's Ark... en hij op zijn beurt, en nu op zijn beurt dat bedrijf ook weer verandert... waardoor heel veel artiesten zoals bijvoorbeeld Hef die als E&R zit... of SEF, of dat we weer op een andere manier levens gaan veranderen... en dat er mensen die bij... waarmee je samen hebt gewerkt... Denk dat of het nou is dat je nog steeds samenwerkt... Volgens mij, ik heb laatst had iemand het over... onze samenwerking. En ik zei van, nee, we werken nu niet samen op iets specifiek. Maar wij hebben natuurlijk samengewerkt met Zwart Licht. We hebben samengewerkt met Zwart Licht. En jij hebt toen je solo muziek in eigen beheer uitgebracht. Maar de relatie bestaat. Ja. En dat gaat door. En het is juist ook een onderdeel van dus al die groei... om daar, daarbij te zijn. En ook in dat proces weer een rol te hebben. En hopelijk ook zelf weer te kunnen groeien. Want het is... natuurlijk een wisselwerking. Klopt. Je doet iets wat mensen hun leven verandert, maar dat verandert ook weer mijn leven. En zo, ja, het bestaat bij de gratie van elkaar. Ja, maar even gewoon voor alle helderheid. Sommige mensen die nu kijken zijn wellicht te jong. Die zijn geen kwart eeuw. Topnotch bestaat al langer dan een kwart eeuw. Ja. En dat zul je voor altijd zijn. Ja. Die neem je overal met je mee. Ja. Hoe kijk je terug dan naar die tijd als oprichter en als directeur? En nu doe je even iets anders, daar komen we zo op terug. Ja. Maar wat doet dat dan nog verder met je identiteit? Want het is onlosmakelijk verbonden met jouw naam. Ja, nog wel. Hoezo nog wel? Nee, het grootste succes is natuurlijk als dat niet zo is. Ja. Denk ik. Met omdat je iets misschien dat het iets is wat... ja, ik zie dat wel als een soort organisme wat doorontwikkelt. Ja. En er zit een stuk in van mijn DNA, maar er zit ook van allerlei andere mensen. Farid, Valentin, allemaal mensen die een groot gedeelte van hun leven daar gewerkt hebben. Alle artiesten waar je mee werkt. Ja. Maar ook, weet ik veel, ook de mensen die in het begin het artwork deden van Hotel. Of, precies. Jim en Victor met Habbekrats die videoclips maakten. En misschien hun zwaarden ook geslepen hebben op die eerste video's, waardoor ze... Nu, weet je, het is allemaal met elkaar verbonden. En van al die mensen zit het DNA daarin. Niet alleen dat van mij, alleen het is omdat ik me dan moet voorstellen op een bepaalde manier. En dat is dan het enige wat ik kan bedenken. Nee, maar dat is dus wat ik zeg, want je hebt ontelbaar veel levens aangeraakt. Je hebt het over Jim Taihoet, Jim Aanschier. Ja. Je hebt het over de mensen van Hotel, reclamemannen. Je hebt het over verschillende artiesten. En, maar... Hoe zag... Ja, maar het is wederzijds, want het lijkt nu net alsof... Het is, dus het is wel invloed. Al deze mensen hebben natuurlijk ook invloed gehad. Dus ik weet nog de eerste keer dat ik met Jim en Victor van Habbekrats ging werken. Los van dat hoe dat ging super irritant was, omdat ze zelf videoclips gingen maken. Zonder dat we een afspraak hadden. Op die manier wilden ze zichzelf op de kaart zetten. Maar ik denk dat zij een heel belangrijke rol hebben gespeeld in het vormen van een soort blauwdruk waar andere makers, in ieder geval waar wij mee werkten, zich weer aan konden spiegelen. En maar ook, als je muziek maakte, ging je ook, dus dat neem ik aan, als jij muziek maakt, altijd ook nadenken over het visuele aspect. Ja. Want we zijn opgegroeid met dat. En ik denk dat die invloed, dus dat zit, wat ik zeg, dat zit zonder met hun of zonder met Opgezwollen of zonder met... Alle mensen die je noemde eigenlijk. Dus ik denk dat alle mensen waarvan je... Kempi, al die mensen, dat heeft zoveel invloed gehad op ook wie wij zijn. Dat ik het nooit voel als iets... als ik alleen. Nee, dat snap ik. Een Topnotch is natuurlijk op dit moment... Hierna stop ik even met vragen stellen over Topnotch. Want anders je hele leven gaat natuurlijk over vragen die je moet beantwoorden over Topnotch, lijkt me. Ja, de meeste vragen gaan daarover, ja. En wat wel raar is, omdat ik nu dus... ik probeer expres die ruimte... Over te laten? Ja, en vreemd genoeg komen dan nu opeens daar heel veel vragen over. Niet nu in dit gesprek, maar dus het valt misschien ook mij meer op, omdat ik niet... Ja, ik niet geroepen voel. En er nu iemand anders is die de aangewezen persoon is om die vragen te beantwoorden. Vincent, Jiggy Djé, inderdaad. Maar we zitten in Zuidoosten nu op dit moment, OSCAM. En we gaan het zo verder uitgebreid hebben over BLKNWS. Als je het hebt over labels, zijn in de tussentijd, als je kijkt naar 1995 en 2021 op het moment, zijn ontzettend veel labels als paddenstoelen uit de grond gekomen. Hoe komt dat? Het komt omdat het gewoon ontzettend is gaan groeien, natuurlijk, in de afgelopen 5-6 jaar. Dus de muziekindustrie is gaan groeien, maar zeker hiphop is gewoon sinds Spotify eigenlijk en sinds Spotify meetelt voor de hitlijsten en er geld verdiend wordt, is het gewoon een gezonde business. Ja. En eigenlijk in de jaren daarvoor was het een hele ongezonde business. Het kon bijna, was heel moeilijk om geld te verdienen. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Nee, het was natuurlijk super onvoorspelbaar. Ja, het was heel moeilijk. En je moest het eigenlijk een beetje hebben van live. Of misschien een beetje merchandise. Of we moesten het maar creatief zijn. Je voelde die impact. Je voelde dat de muziek belangrijk was. En dat was op verschillende fronten. Ik denk voor de ene artiest was het veel meer live. En voor een andere artiest was het juist dat de muziek heel veel geluisterd werd. Ja. En de impact was heel groot. Maar je kon het niet meten. We konden het alleen maar meten aan gesprekken die je had met... met mensen in je omgeving. Of als ik een keertje werd aangesproken of zo door een taxichauffeur of door die zei van wanneer komt er een nieuwe plaat van Kempi? Of die vraagt dat aan jou. Ja. Okay, ja. En denk zie je wel. Ja, ik dacht al dat het. Maar ondertussen stond dat niet in de hitlijsten. Ja. Maar dat heeft het heel erg veranderd. En ik denk dat het ook heeft laten zien dat het mogelijk is om een bedrijf op te bouwen, een bestaan op te bouwen. En ik denk dat die initiatieven er eerder wel waren. Ik moet nu de hele tijd zeggen aan Lotto Records, wat je zegt, we zijn in Zuidoost. Dat was, ik bedoel, ik denk als in die tijd er meerdere, was dat Rotjoch zijn label, als er in die tijd meerdere inkomstenbronnen waren, dan had dat label waarschijnlijk nog bestaan. Ja, klopt. En ik denk dat, nou, specifiek Rotterdam Airlines, van Klasse, Wilde Westen, dat zijn echt allemaal... Spek is een managementkantoor. En niet als we dan, ja, ik, Trifecta ook, maar ik had bij wel, die zijn nog een beetje zoekende geweest, denk ik. En ja, ik merkte ook dat, omdat Ali zelf als artiest bezig is en ze deden management en dus die hebben de focus, denk ik, nooit echt op het label gerecht. Ja. Maar die andere partijen, dat zijn echt labels die allemaal artiesten hebben getekend. Dat is eigenlijk de eerste keer dat er labels artiesten tekenen waarvan ik dacht van, what the fuck, hè? Weet je, daarvoor was het altijd, ja, we hadden geen concurrentie. Dat was hoogstens een keer dat Noah's Ark ons te snel af was, zou ik maar zeggen. Maar ja, er was ook niet zoveel te bieden. Ik wil, we konden alleen maar zeggen, ja, wij gaan, zonder dat we weten hoeveel geld we er, of we er ooit iets aan verdienen, gaan we nu heel erg hard aan jouw muziek werken. Dus dat was de beste propositie die we hadden. En even nog één ding over de muziek. Dan gaan we even door naar waar je nu mee bezig bent, met de stroom. Ja. Onder andere, ik ben eigenlijk gewoon vooral benieuwd naar wat voor tip je zou kunnen geven aan muzikanten, jonge muzikanten die nu kijken. En hoe kunnen zij ervoor zorgen dat ze opvallen in zo'n coronatijd, in een lockdown, waar geen shows zijn, waar je niet zo makkelijk in playlists bijvoorbeeld komt. Wat zou je hun kunnen adviseren op dit moment? Ik vind het moeilijk, want ik heb ook het idee dat nieuw talent nu, vreemd genoeg, dus hoe ontzettend die industrie ontwikkeld is, lijkt het alsof er minder ruimte is voor talent om echt te groeien. Dus als je nu komt inderdaad je hebt meteen hits, weet je, je hebt meteen dan is dit de beste tijd natuurlijk die er is, maar als je iets doet wat meer en als je iets doet wat meer tijd nodig heeft, maar het is meer alternatief voor popmuziek, dan is er ook ruimte. Ja. Maar als je Jordi Money bent, vind ik bijvoorbeeld, of Nafi of allemaal artiesten, ik denk van, ik heb het gevoel dat het nu moeilijk is, want je staat op plekken waar allemaal dingen staan die miljoenen views doen. En het publiek is ook heel snel van, ja, dan is het nep of dan is het zo. Nee, hoe kom je dan boven het maaiveld uit? En hoe kom je dan boven het maaiveld uit? En ik denk wat dat betreft dat... En iedereen is nu gefixeerd op de... op de top 10, zal ik maar zeggen. Op de grote namen. Ja. Alle labels zijn elkaar proberen de grote namen af te pakken. Alle festivals. En... dus ik denk dat... Ik vind dat ook moeilijk. Waar moet je dat nu doen? Want je ziet, ik had het toevallig met Rotjoch van het weekend daarover. Die zegt ook, ja, ik vind het heel moeilijk, want als ik talent een plek geef op 101 nieuw talent, dan zie ik ook dat het minder hard gaat gewoon dan in het verleden. Het lijkt alsof mensen... mensen hebben geen tijd, lijkt het vreemd genoeg, voor nieuwe dingen. Ja, het is een beetje lastig ook in deze tijd. Want... I guess. Ik weet het niet. Ik denk dat... Maar goed, daar heb je dus niks aan dit advies. De muzikant thuis heeft er niet iets aan. Ja, ik wou zeggen, ja, het gaat vanzelf alweer. Maar moet diegene dan stoppen? Nee, je moet nooit stoppen natuurlijk. Nooit stoppen, natuurlijk niet. Nee, dat is geen optie. Ja, maar wat dan wel? Want je moet eens gaan nadenken. Nee, uiteindelijk, het ding is... Moet je ook voor cloud kiezen bijvoorbeeld? Moet je een, nee, ik denk dat... Ik zou dat sowieso never doen, maar ik denk dat dat nu ook zo uitgespeeld is. Ja. En ik denk, meestal... Wat mensen onderschatten is vaak dat je bent zelf je eigen doelgroep, 9 van de 10 keer. Dus een van de redenen voor mij, omdat ik ook niet meer in de muziek zo actief wilde zijn, omdat ik het gewoon, ik ben nu de leeftijd van de ouders van de artiesten. Dus ik vind het een beetje weird om dan te zeggen, ah nee, nou, dit is wel echt die single of zo. Ja. En artiesten weten zelf het beste, tenminste zeker als je jonge artiesten, je maakt het voor je leeftijdsgenoten. Ja. Dus waar zitten zij, waar communiceren, in welke taal spreken ze, wat begrijpen ze? Ja, maar ook en waar halen ze hun informatie op? Ja. Dus als het niet meer, als 101 Bars of Para TV of het Topnotch YouTube kanaal of Noah's Ark, als al die dingen de Major League zijn, maar waar ontdek je dan talent zelf? Als ik dit zo hoor, dan is het jouw advies die je dan geeft, in aardig wat zinnen natuurlijk, wel van oké, blijf zo dicht mogelijk bij jezelf en blijf maken. Stop niet. Ja, en ga uit dus in principe en ga ervan uit dat je het zelf waarschijnlijk beter weet wie het publiek is in ieder geval en waar het publiek, jouw publiek nieuwe artiesten zou ontdekken... Ja. dan de mensen die in de position zijn om jou een deal aan te bieden. Ja, ja. Want dat hoort een beetje bij het feit dat het nu gewoon serious business is geworden... is dat, het ook, dat die bedrijven ook wel weer wat verder weg staan. Klopt, klopt. Nou, het is waardevol advies. Je moet alleen heel even goed de krent uit de pap vissen. Maar... Nou, ik lul te veel. Sorry. Ja. Hoe belangrijk zijn podcasts voor jou op dit moment? Nou, nu is het wel echt... ik vind sowieso podcast specifiek, omdat het... Dus eigenlijk ik vind alle online media interessant. Dus wij doen veel dingen op YouTube natuurlijk met alle labelkanalen. Maar we zijn ook, werken met Supergaande nu samen. Ja. Met Bram Krikke samen. En we hebben in het verleden ook best wel een lange geschiedenis. We hebben met Topnotch, met Lisse Körpershoek haar eerste serie toen gedaan. Of ja. met Jim Dennis of met Ismail Ilgen. Ja, best wel veel namen. Arkboy TV, wat Noah's Ark met Space Case deed, dat was, nou ja, dat was ja, volgen voordat ja. Ananousheh een camera had, zou maar zeggen. Dus ja. in principe waren we waarschijnlijk al de hele tijd de trend allemaal aan het doen, omdat die vrijheid gewoon zo fijn is. En ik denk, en wat je zag bij YouTube is dat er, nou ja, op het moment dat Talpa een stuk TV gaat kopen of wat dan ook, weet je, dat zou maar zeggen, de big corporate media ook denkt van oké, hier zit het publiek en hier missen we iets. Ja. En dat maakte dat op een gegeven moment wel heel erg onder druk kwam te staan van geld. En bij podcast was het, ja, gewoon, was bijna onmogelijk om er geld mee te verdienen. En dat is op zich een hele prettige omgeving. Tenminste, dat is wat ik het meeste gedeelte van mijn leven heb gedaan. Ja, maar dan doe je vooral wat je leuk vindt. En daar begint het mee. Daar begint het mee. En de currency waarin je betaald wordt is in eerste instantie... of je een goed gevoel hebt, of je iets gemaakt hebt waar je trots op bent. Of dat je betrokken bent daarbij. En of het dus impact heeft. Eigenlijk ja. waar we het net over hadden. Dus de soort cultural currency of zo. Dus het gesprek met een... Uber-chauffeur versus een positie in de charts, zou ik maar zeggen. Van en ik denk dat wij in eerste instantie... we komen vanuit dat ding dat we een culturele currency opbouwen. En godzijdank waren er andere mensen die voor dit model uitvonden. En dat idee heb ik nu ook een beetje van... oké, laat ons dan, als niemand nu die ruimte inneemt... omdat het zo moeilijk is om geld te verdienen... Ja. Ja, let us lead the way of zo. Laat ons proberen, laat ons dingen bouwen. Precies, en toen had je de stroom opgericht. Ja, toen hebben we de stroom opgericht, ja. wat dus podcast is. Maar ja, ook gewoon, we zijn een beetje aan het zoeken. Gewoon, het is gewoon om media. Een mediabedrijf? Topnotch media zou je kunnen zeggen, ja. En is de doelgroep dan ook Topnotch publiek? Ja, zo breed als dat is. Want we brengen de muziek uit van Dr. Anders P. 360 graden natuurlijk. Tot inderdaad Jordi Money, dus alles wat daartussen zit. Dus dan is dat... Nee. Het is een soort gevoel, ik denk, ja, Topnotch publiek... Of mentaliteit. Een beetje een soort tegencultuur of zo. Tegencultuur van wat je ziet op de buis, bijvoorbeeld in Nederland. Ja, ja, tegencultuur is inderdaad een cultuur die bestaat uit bijna een soort protestcultuur. Het is een reactie op het bestaande. Dus de naam De Stroom komt van een lyric van Jiggy Djé. Ja. Of je gaat tegen de stroom in, of je vormt je eigen stroming. Ja. En dat is een beetje wat het DNA is van wat we in de muziek doen. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook wat we hierin meenemen. Van, we gaan gewoon de dingen maken die we willen doen. En ja, als God het wil zijn we op een gegeven moment de stroming. En zo niet, dan gaan we gewoon keihard tegen de stroming in. Precies dat. Only that fish go with the flow. Ja, wat ook op dit moment letterlijk gebeurt. Hartstikke actueel, dat hadden we net achter de schermen ook over. Dat de mensen in verschillende delen van het land ook letterlijk tegen de stroom ingaan. En de straat op gaan. Ja. Is dat ook iets waar de stroom aandacht aan zou geven op hun eigen manier? Los van wat de media doet, wat traditioneel is, maar wel één kant? Goeie vraag. Ja, we hadden het er ook net over dat ik in ieder geval zag dat Dave Roelvink live van het op Instagram was van het Museumplein. Ja. Dus hij was in ieder geval aan het zenden. Maar ja, ik vind het heel moeilijk, want ik vind het ook moeilijk om te duiden wat dat nu is, wat daar gebeurt. En ja. ik denk wel dat het... Maar goed, dat is meer... Ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij de onvrede en het gevoel van machteloosheid wat er heerst bij mensen. Ik weet niet of ik me met... Als er iemand in ons midden zou zijn die zich heel erg verwant voelt of aangesproken voelt... of juist de behoefte voelt om daar wat mee te doen... dan zou ik dat beamen. Maar het zou niet op een to-do-lijst staan. Ik denk dat het begint bij de motivatie die vanuit de mensen waarmee we werken komen. En ik weet ook niet of ik de ambitie heb om... heel erg op nieuws of actualiteit te zitten... Ik denk dat we uiteindelijk ook vanuit entertainment komen. En de relevantie als ik kijk... Ja, maar dat kan een hele goede manier zijn om ook over dingen te praten. Ja. Want muziek is dat. En muziek, ik heb heel veel geleerd van muziek, of juist. Maar ik wil met zeggen, dat is altijd... Het is niet alsof een... zoals, denk ik, het BLKNWS werk heel erg een... eigenlijk een alternatief algoritme biedt. Hoe bedoel je? Nou ja, wat het is een verzameling van allemaal bestaande dingen. Ja. Het kunstwerk. Maar geselecteerd op de beoogde kijker. Dat is wat een algoritme is, toch? Dat YouTube wat ook... Gewoon een aantal stappen en de uitkomst. Wat inmiddels een computergestuurd selectie... Ja, die gebaseerd is op jouw... jouw route, jouw voetafdruk. Jouw interesse, in ieder geval de informatie die tot dat nu daar is. En natuurlijk de vraag blijkt in hoeverre beïnvloedt je dat proces als je mensen dingen gaat voorschotelen. Ja. En een ander ding is wat we weten is dat extremisme in de hand werkt. Dus we weten, dat heeft YouTube dus nu ook... Een hele mooie podcast voor de New York Times, die het Rabbit Hole, die gaat eigenlijk over hoe in de afgelopen 5 jaar iemand deelt zijn YouTube-geschiedenis en eigenlijk aan de hand van het kijkgedrag van die persoon versus de ontwikkelingen in de samenleving op dat moment en het aangepaste algoritme van YouTube praat ook met de programmeurs in die tijd. Voelt iemand zich langzaam... radicaliseren en steeds meer soort extreemrechts gedachtegoed aanhangen. Dus als we dat weten, en dat weten we in principe... Maar dat weten we, maar dat wordt niet altijd benoemd. Dat maar dat, zie je niet. Dat vind ik interessant hieraan, want eigenlijk is het op die manier een... men moet zich realiseren dat wat we voorgeschoteld krijgen... dat is gewoon een feit, dat beïnvloedt ons beeld. Ja, maar dat wat we voorgeschoteld krijgen is niet per se een feit... Je moet het toch altijd met een korrel zout nemen. Ja, feiten zijn er zat. Het gaat over perspectief. Het gaat meerdere waarheden. Het gaat over het feit van verschillende mensen op verschillende plekken op de wereld. Met die hebben hun eigen feiten. Dat is nog niet... Het gaat meer om denk ik, het snappen van een perspectief of zo. Of het zien daarvan. En het feit dat je een eenzijdig perspectief voorgeschoteld krijgt. Ik denk dat voor een groot gedeelte... Dat gebeurt je hele leven lang. En ondertussen volgens mij... zoek je daar je eigen pad en probeer je soms je algoritme een beetje te veranderen... door nieuwe dingen in je leven te laten. Die weer andere dingen. Maar er zitten ook mensen die misschien minder zijpaden kiezen of zo. Ja, ja. En het is goed dat het aanbod in media... dat is denk ik wat dit kunstwerk zegt... dat een divers... aantal perspectieven biedt. Ja, en niet één en verdient, hè? En verdient. En ik denk dat daar die urgentie en die noodzaak ook vandaan kwam. Dit is natuurlijk eerst bedoeld, zoals ik al eerder aangaf bij de introductie... als nieuwsprogramma. Dat wordt overal afgewezen. Ja. Dus daar maak je er kunst van, maak je er een kunstinstallatie van. Maar het liefst zetten we dit naast een CNN of een NPO of een BBC of wat dan ook. Ja, en dat is een beetje de vraag, want ik zat ernaar te kijken... en ik dacht van dit is wel heel erg een selectie. Ja. Dus het is niet, want ik denk dat is ook meer weer het ding van als je als omroep of als centgemachtigde of wat voor mediapartij dan ook, je maakt je eigen content en dat deel je. En daar zit ook meteen de beperking in. Van middelen, van mensen, wat dan ook. En terwijl daar aan de andere kant heel veel goede dingen gemaakt worden die je misschien nooit ziet. Dat merk ik altijd. Als ik denk, waarom is daar nooit een keer iets over geschreven? En dan google ik en denk, er staat gewoon een heel groot stuk in de New York Times. Nee, maar dat moet je maar net weten. Het is wel een soort luiheid dat ik vind dat alle informatie die ik interessant vind, moet naar mij komen. Van, ik moet ook onderzoek doen. Dus dat vind ik wel interessant daarin. Van, in hoeverre is de toekomst van media niet veel meer dit? Dus het creëren inderdaad, want dat is vind ik wel parallel met YouTube wel interessant. Want daar staat ook zogenaamd alles op. Ja. En ook echt alles. Ja, maar hoe vaak ik ben best wel vaak hopeloos aan het kijken naar alles wat er is. Een beetje het Netflix-syndroom. Ik wil guidance ook. Ja, ik wil ook gewoon duiding. En ik wil ook heel graag... Ik viel me op hoe lang we hier naar konden kijken. Ik dacht, ik zit gewoon echt al een half uur te kijken... zonder dat ik in de verleiding kom om iets op te gaan doen. Op mijn telefoon of wat dan ook. Of Instagram te scrollen of wat dan ook. Ken je het werk van Kahlil Joseph al? Nee. De clips van FK, Trix, Flying Lotus, Beyoncé, Kendrick Lamar. Nee. Nog nooit van al deze mensen gehoord. Nee, maar je hebt ik ken die mensen wel. Ik weet niet welke clips hij heeft gedaan. Oké. Nou, je had het er net over. Misschien is het wel goed om dat weer even op te rakelen. Welk fragment van BLKNWS heeft bij jou een herinnering achtergelaten? Positief of negatief? Er zijn een paar dingen die ik voorbij zag komen die ik interessant vond. Het ene is waar we het net over hadden, was het, volgens mij het Amnistad beelden. Waarbij allemaal mensen in de zee worden gegooid of worden vermoord. Ja. En ik merkte dat het moment was dat ik dacht van ja, ik heb hier even geen zin in, zal ik maar zeggen. Dat is een soort reflex. Heel zwaar. En we hadden het er net over dat ik... dus een serie die ik net gekeken heb, die Lovecraft Country. En dat is geproduceerd door dezelfde producent als Get Out. En het gaat over... Het is een soort totaal fantasieverhaal. Wat zich afspeelt in de jaren 20 in Amerika. En het gaat dan over rellen in Tulsa. Dat zijn de meest bloedige rellen geweest. En toen is ook die soort hele Black Wall Street... Ja. Een zwarte middenklasse in Tulsa helemaal destroyed. En het was meer dat ik dacht van, omdat in die serie er een hele andere invalshoek wordt gekozen. Wat ik net schetste was, ik merk als je dat soort dingen ziet, dingen die zo heftig zijn, is dat de reactie vaak is dat je ervoor afsluit. Of dat je bent afgestompt. Ja. En het is denk ik heel belangrijk om juist dat soort verhalen... verhalen op andere manieren te gaan vertellen. En dus dit verhaal van Lovecraft Country is heel erg een fantasie- of horrorverhaal. Maar eigenlijk was het heel extreem leerzaam over de geschiedenis. En het was de boodschap, want dat is denk ik ook het belangrijkste. In een fictief verhaal kan je nog steeds een realistische boodschap overbrengen. Sterker nog, hoe beter je een verhaal kan vertellen, hoe beter ook de moraal land. Ja, is bijna niet van echt of nep te onderscheiden. Nee, en dat vond ik gewoon interessant aan... En wat ook over George the Poet, die doet die podcast, die doet dat ook. Dus die gaat heel erg op dingen die hij om zich heen ziet. En dingen die gebeuren in de samenleving, die gebeuren in de politiek. En dan opeens verplaatst de podcast zich naar in zijn hoofd. En dan ineens in de auto waar hij luistert naar trap van een goede vriend van hem. Precies, het is heel... Heb je George's podcast? Ja, en ik ben gewoon heel erg nu... Daardoor was ik heel erg obsessed weer aan het... proberen verhalen aan het lezen en kijken van, wat voor manieren zijn er om over actualiteit te hebben zonder dat het mensen wegdoet. Maar dat het mensen eigenlijk, wat je wil dat mensen zich kunnen verplaatsen in een perspectief. Wat grappig is wat je zegt over mensen wegduwen of mensen naar je toe trekken als een soort van magneet. Hoe je het bent of verkeerd, jij bent een menselijke magneet. Voor cultuur, culture. Ja, ik dacht dat ik mensen heel erg van me afduwde, maar... Nee, je bent hoe dan ook gewoon een magnet, weet je. Want je komt ook met heel veel tips, je kijkt heel veel, je ziet gewoon heel veel. En je hebt altijd je vizier openstaan. In hoeverre... Ik moet die vraag even goed nadenken. Want in hoeverre laat jij je inspireren door cultuur? Ja, volledig, denk ik. Alleen maar? Ja, ik denk volledig dat het... Ik ben gewoon fan. Dat is dope, ja. Punt. En ik vind het heel... Ik kan al deze dingen niet. Ik kan niet wat George kan. George the Poet. Ik kan niet wat jij kan. Maar je kunt wel... Maar ik kan wel kijken. Ik kan wel wat jij niet kan, is ik kan wel naar jou kijken zoals iemands publiek kijkt. En dat is wat ik net, toen was weer over een tip ging. Dat is wat mensen vaak vergeten. Van, jij bent, op one point, in andere situaties ben jij ook het publiek of zo. Ja. Dat dan ook. En je moet dat... maar goed, vanuit dat idee van, wat vind ik leuk? Of waardoor word ik door getriggerd? Of dat probeer ik bij mezelf in ieder geval steeds op een soort manier te onderzoeken. Ja. En dan denk ik, misschien kan ik het dan zelf ook. Ja, en heel vaak lukt dat niet. Alleen het is wel heel leuk om te proberen. Maar wat wel tof is, is dat je een soort van poortwachter bent geworden voor cultuur. Je bent een onderdeel van de culture. En cultuur is binnen de zwarte gemeenschap ontzettend belangrijk. Want het is bijna alles. Dat is het immateriële erfgoed wat je niet kunt koloniseren. Ja. Jij bent wel onder... Zoals Richard Pryor net de grap maakte over waarom zwarte mensen naar andere planeten moesten. Ja, hij zei van ja, ze moeten nu echt wel andere muziek hebben, want ze zijn nu al die jaren alleen maar naar Amadeus aan het luisteren. Precies, precies dat. Precies dat, precies dat. Maar heb jij wel eens minder fijne ervaringen meegemaakt dat mensen dan zeggen van ja, maar nu ben je aan het appropriëren, culturele toe-eigening om wie je bent? Dat je nee, ik heb daar niet. Hoe ga je ermee om als mensen dat... Nee, ik ben, if anything, al vanaf mijn 14e cultureel aan het appropriëren of niet. Maar ik ben in ieder geval al heel lang maar aan het bewegen in zwarte cultuur. Ja. Dus ik weet ook niet zoveel. Ik vind het interessant. Het is wel iets wat ik me de afgelopen jaren wel meer heb afgevraagd van ja... In hoeverre... Wat is je rol? Wat is je positie uiteindelijk? Als ja, je, ja. Als je, nou ja, we hebben dus een... dus daar ga ik... en dat is trouwens ook met radio vroeg. Ik vind altijd als je in een positie komt waar je macht hebt... Moet je daar bewust van zijn en moet je bewust zijn van hoe ga je dat aanwenden? En hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om? Wat is hetgene wat je daarmee wil doen en wil bereiken? En iedereen heeft een ego, dus ik bedoel, je moet ook jezelf daarin bewaken van ja, wanneer doe je iets voor de duurzaamheid van datgene wat je doet en wanneer doe je iets voor je eigen ego? Het zou heel goed kunnen dat er mensen zijn die nu kijken, die hebben gehoord van Kees de Koning en jou nu voor het eerst zien. Mm-hmm. In hoeverre heb je jezelf voor jouw gevoel onzichtbaar moeten maken om mensen vanuit de zwarte cultuur zichtbaar te maken? Ik heb daar niet heel erg mijn best voor gedaan om mezelf onzichtbaar te maken. Nee. Ik heb het gevoel dat ik vind het altijd pervers als je als iemand die achter de schermen werkt te veel een positie voor de schermen wil. Want dan, dat maar dat heb jij nooit gehad natuurlijk. Nee, maar er zijn wel momenten, gewoon op zwakkere momenten, dat ik... ik vind zelfs zoiets als nu vandaag, omdat ik in de afgelopen paar weken ben ik en bij Radio 1 geweest, een keer een interview, en nog in een podcast. En ben ik hier denk ik, ah, zie je wel, je bent weer zo'n sukkel die de hele tijd zichzelf wil horen praten. Nou, ik vind dat je daar heel kritisch op moet zijn. Ik ben dat in ieder geval. Ik merk dat ik dat ook ga doen. En dat is een goed idee hoor. Er zijn verschillende manieren om interviews tot een goed einde te brengen. Shots, gewoon shots. Maar nee, maar ja, het is gewoon... Dus, ik ben een fan, dus ik ben ook altijd in awe van de mensen waar ik mee werk. Ja. In zoverre. En ik vind ook dat je rol is dat je daarin... Maar het is dubbel. Maar vanuit de Amerikaanse cultuur, kijk als bepaalde mensen... Want dit is nu bijvoorbeeld echt... Kahlil Joseph kiest ervoor om expliciet alleen maar zwarte mensen prominent in beeld te laten komen. En dat is het, want dit is ook een statement. Ja. Nou, niet eens een statement, het is gewoon actie. Die laat dat gewoon echt zien van oké, dit komt ergens vandaan en hier staat de black community voor of de black culture voor. Ja, maar het is een soort rijkdom meer, toch? Ja. Het laat meer zien van dat het eigenlijk raar is dat de hoeveelheid media die we krijgen die zo eenzijdig is. En waarbij een klein beetje wordt toegelaten of een beetje kleur wordt toegepast. Want dat moet nu eenmaal zo, maar wel op deze voorwaarden en binnen deze kaders en op deze terms. Maar wat het laat zien is, we zitten nu naar Matisse te kijken volgens mij. Ja, en hij maakt ongetwijfeld, of is het een documentaire waarin het werk van Matisse wordt gelinkt aan kunst uit Gabon. Ja. Dus dat is dat is alleen maar rijkdom. Ja. En hoeveel... Maar het is ook een stukje appropriation. Of inspiratie? Of inspiratie. Nou, ja, je kan het je afvragen. Is het appropriation of inspiratie? Dat is ook een format voor een programma. Ik heb geen idee. Ik heb Matisse... ik heb het niet goed genoeg bestudeerd. Ja. En ik denk dat... ik weet het ook niet zo goed. Ik heb het idee dat macht gewoon een hele belangrijke schakel is. Belangrijke factor. Op het moment dat er mensen, weet je, dat wordt gezegd, oh, dit wordt, in Gabon maken we dit, en Matisse wordt daar beroemd mee. Op het moment dat er meer waardering en kennis zou zijn over de kunst uit Gabon, waar dan ook, dan zou het alweer veel minder een issue zijn. Want zou iedereen kunnen zien van, oh, dit is inspiratie. Ja, ja. En ik denk dat het eenzijdige beeld wat we krijgen, voelt heel erg alsof er de hele tijd wordt vals gespeeld. En dat is denk ik waardoor het gevoel van... appropriation er is. Ik denk gewoon, nou, je hebt Picasso. Ik denk dat, ja, ik weet... Hoe zouden mensen die, of liefhebbers van de cultuur, in deze zin dan de zwarte cultuur, we zitten in Zuidoost, ja. BLKNWS natuurlijk. Hoe zou je dat zo goed mogelijk kunnen bewaken tegen culturele toe-eigening, tegen cultural appropriation? Ja, ik denk dat we de hele tijd streven naar een ultieme gelijkwaardigheid. Daarin telt dat, telt dat niet, want dan is het gewoon, dan is het inspiratie. Het heet appropriation, denk ik, omdat het gaat over macht, het gaat over iets gebruiken om er geld mee te vinden, iets gebruiken om er veel te komen. Is het niet inspiratie als je het ook credits geeft? Als je het geen credits geeft, dan is het minder. Nee, ik denk dat het onmogelijk is om in alles wat je, iedereen die jou geïnspireerd heeft, om in elke lyric te zeggen, oh ja, deze zin, ja. Oh, dat kan helemaal niet. Mm. Ik vind dat daarom ook met kunst, vind ik het ook een moeilijke om daarin daarover te spreken. Oké, maar als ik zeg cultuur, aan welk woord denk je dan? Cultuur nu. Aan welk woord denk ik dan? Welk woord, of... Je zegt één woord en ik denk niet aan één woord. Nee. Nee, maar cultuur, überhaupt, wat komt er in je op? Nou, nu ik zie alleen maar heel groot het woord cultuur in mijn hoofd. Sorry, ik heb geen fantasie. Ik moest denken aan muziek, omdat muziek natuurlijk zo'n belangrijke rol in jouw leven heeft gespeeld. Ja. Jij kent meer... Ik kan me heel goed voorstellen dat jij meer zwarte muziek kent dan menig zwart iemand. Überhaupt. Ik ken gewoon heel veel muziek, ja. Maar muziek is... Het is toch niet... Die lijnen zijn toch ook altijd zo dun. Het is net als de grenzen. Ik bedoel, ik zag met Picasso, die zei, Spanjaard. Oh nee, volgens mij is het een Bask. Maar ja, dat land bestaat nu niet meer, maar dat was er wel eerst of zo. Dat is natuurlijk, ja, we zijn allemaal net zo met muziek van ja. Waar komt welke muziek vandaan? Je kan de hele tijd country en western kan je herleiden naar ook deels blues, maar ook deels Ierse volksmuziek. Of weet je, het heeft zoveel vaders en moeders steeds. Ja, klopt. Dus ja, voor mij is het... volgens mij alle muziek van de afgelopen 120 jaar is zwarte muziek van origine. Alle muziek van de laatste... 120 jaar of zoiets, denk ik. Misschien heeft ergens dat er... Ja. Dus in principe is het een beetje raar om te spreken van zwarte muziek. Het is gewoon, gewoon muziek. Het is gewoon muziek. Ja. En er is hedendaagse muziek en er is instrumentale muziek en er is... Ik vind dat kunst en cultuur juist de plek is waar dingen wel aan het gebeuren zijn die niet op andere plekken in de samenleving aan het gebeuren zijn. Zoals gewoon letterlijk in de samenleving of in de politiek of wat dan ook. Ja, dus laat mensen maar geïnspireerd zijn door elkaar. Ja, we kunnen het alsnog cultural appropriation noemen als we dat willen, maar was het maar zo dat in de politiek of in het bedrijfsleven of die plekken, of in de media for that matter, dat er was. Dat er oog voor was. Je hebt enorm veel bagage, je hebt superveel op je kerfstok. Hoe neem je dat mee dan straks met je nieuwe avontuur, je nieuwe hoofdstuk? Probeer zo min mogelijk wel, dat ben ik nu wel aan het leren. Je bent zo min mogelijk aan het proberen? Mee te nemen. Mee te nemen, ja. Oké. Gewoon alles loslaten? Ja, wel weer niet... Maar dat is ook weer een soort angst om als een soort fraudeur ontmaskerd te worden natuurlijk. Maar het is ook om gewoon heel... Het is iets nieuws. Maar je kan toch zo min... Iedereen ziet, Iedereen in Nederland Mijn grootste nachtmerrie de hele tijd zijn al die mensen die ik in mijn leven ben tegengekomen die het niet zagen. Dus of het nou werkte dat ik bij de radio werkte, dat er aan mensen zaten van in de 40 op een jongerenzender. Ik dacht van, wat de fuck doe je hier? Toen was ik 17, weet je, ga weg. Voor sommige mensen is het safe, toch? En bij labels kwam dat ik dacht van, wat doen al deze mensen hier? Weet je wel, maak gewoon ruimte. En ik loop steeds een paar jaar achter op wanneer ik het zou willen doen, maar ik ben nog steeds... En ik wil ook niet die soort... gast zijn denkt, oh ja, ik heb succesvol een platenlabel, ik kan nu dit ook. Dus ik weet het niet, ik wil gewoon dingen... Maar je doet het toch al met de stroom? Ik probeer het te doen, ik weet gewoon, ik hoop dat het lukt. Je hebt successen met Rookworst, met Wilde Haren, komen nog meer nieuwe dingen aan waar we niets van weten. Nee, dit zou zomaar kunnen, maar ik probeer in ieder geval daar inderdaad wat zo fan mogelijk, dat is het misschien in te staan. Dus zo min mogelijk met het idee, zo moet het, of zo wil ik het, maar ik probeer... steeds minder de bedweter te zijn, denk ik. En wat motiveert je dan om steeds weer door te gaan? Want je bent gewoon, je zit niet stil. Nee. Volgens mij slaap je ook... niet zoveel. Je gaat gewoon door en door. Maar dat heb jij ook. Jij bent ook veel altijd aan het doen. Dus er is een soort drive, waarschijnlijk omdat misschien Ja, ik denk soms wel eens dat het is omdat ik gewoon een soort imposter... dat ik denk, ik moet maar allemaal dingen doen. Want anders... Hoe oud ben je nou? Ik ben 49. 49. Ik ben 22. Oh, je wordt dit jaar 50. Ja. Spannend. Hoeveel? Nou, inderdaad, of het gaat gebeuren. 14 mei. 14 mei zit allemaal in je agenda. Kun je een bosje bloemen sturen naar Kees. Graag. Belangrijk. Ja. Maar wat deed je toen je 32 was? Ik ben 32. Weet je dat nog? Nee. Had ik, toen werd mijn zoon geboren. Oké. Okay. En een van de mooiere dagen, dus wel privé natuurlijk. Dat is fantastisch, ja. En dat is sowieso, dat weet je denk ik ook, op het moment dat je een kind hebt, is er weer wat anders. Ja. Want dan ben je niet meer zelf je nummer 1. En dan is er iemand anders die op elk gewenst moment de aandacht kan opeisen. Ja, precies. En dat ook krijgt. En dan ga je ook opeens denken van, ja, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het achterlaten? Wat ben ik nou precies aan het bouwen? Wat is nou... Dus je eigen, dat is de eerste keer dat je ego een... Ja, maar je bent natuurlijk een bruggebouw, maar je bent ook een gepassioneerd mens. Want je hebt die gedrevenheid, je wilt niet stoppen. Nee. Je neemt ook geen genoegen met minder. Nee. Als ik je zo goed begrijp. Jawel, met minder, wat bedoel je? Je neemt geen genoegen met wat er al is. Je gaat altijd door. Nee, ik vind het heel leuk, want het zijn gewoon kansen. En ik vind dat heel tof. En ik merk dat de dingen... datgene waar Topnotch en Noah's Ark kwamen vanuit dezelfde passie als wat we nu aan het nadenken zijn over andere dingen. En ik merk dat ik het beste ben in die opstartfase van dingen. Gewoon als er nog niks duidelijk is. En wat ik moeilijk vond in de afgelopen jaren was dat dingen echt een business zijn. En dus nu is mijn focus weer meer op, waar we het net ook hadden, dus bijvoorbeeld over jong talent. Als ik iets van muziek interessant vind, is het nog steeds wel van, niet van dit talent, maar wel van hoe kan je nou nadenken over welke... en 5 jaar geleden was New Wave eigenlijk van eenzelfde gedachte. Van hoe kunnen we al dat nieuwe talent wat er was, een podium bieden? Hoe blijf je vernieuwen daarin? Ja, en dat was... Nee, dat wat er toen gebeurde had ik niet verwacht. Niemand had het verwacht. Nee. Dus de druk om nu nog een keer te doen is weer anders. Want nu verwacht iedereen, ja, nu worden we allemaal miljonair als we meedoen. Maar nee, we moeten... Dat was toen niet de energie. Dus dat is al lang dat gevoel. En ik denk dat heel lang het nu zo is, omdat zo'n industrie is dat iedereen dacht van, je moet heel succesvol zijn. Ik denk nu langzaam komt er weer ruimte voor talentontwikkeling. En als antwoord op je vraag, dat is wat ik bijvoorbeeld nog steeds wel heel interessant vind. En het is meer ook, het is gewoon leuk om dingen te doen, toch? Vind jij jezelf succesvol? Ja, zeker. Ja? Ja, ik ben heel dankbaar voor het leven wat ik tot nu toe heb geleid, ja. Ik vind dat echt ben er ook trots op, omdat ik er zelf de hele tijd bij was. En ik ben heel blij. Ik heb niet het gevoel dat ik ben gewoon een heel rijk leven. En wanneer is het genoeg voor jou? Wanneer denk je van oké, I'm done? Ik denk dat als ik doodga misschien, waarschijnlijk, dat het dan is. Het is gewoon echt Mike Tyson. Mike Tyson die gaf eerder aan van ik ga gewoon... Nee, ik wil niet dat ik ga niet meer de ring in. Ja, maar dat bedoel ik meer van dat is... Ik ben nu, hopelijk voordat ik een hele embarrassing knockout heb gehad, ben ik met pensioen uit dat specifieke vakgebied. Ja, precies. En ik ben nu inderdaad Mike Tyson zonder dan de slechte gevechten. Maar wel Mike Tyson die een wietfarm begint misschien. Die een nieuwe business heeft en daar dan heel goed in wil zijn. Oké, nou, laatste vraag. Ik weet niet of je van dit soort vragen houdt, maar 2030, 2031. Waar ben je dan? Wat doet de stroom dan? Hoe zit het met Topnotch? Is er een nieuw weer een ander hoofdstuk? Dat vind ik echt een hele lastige, moeilijke vraag. Ja, daar hou ik al van. Ik heb nog nooit in mijn leven zo ver vooruit gekeken. Ik vind dat ook eng. Nee, kijk je niet zo ver vooruit? Nee, nooit. Nee, ik kijk een jaar... Nu denk ik wel eens 2, 3 jaar vooruit. Dus ik heb wel... Omdat we nu een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfstak aan het opbouwen zijn... dan moet je ook wel gaan nadenken van... je moet nu investeren. En dan moet je wel een beetje proberen in te schatten... van hoe denken we dat de wereld zich beweegt. Ja. 10 jaar voelt voor mij heel... voelt voor mij nog steeds als toen ik 10 was of zo. Dat heel ver... Dat je denkt, ja, dat is gewoon de toekomst. Dan zijn er gewoon vliegende auto's. Ja, precies. Ik durf daar niet... Dat zien we dan wel, eigenlijk. Ja, dat zien we dan wel. En ik hoop dat ik er ben, gewoon dat de hele tijd. Ik hoop gewoon dat ik hier lang mag blijven om deze dingen te doen. En tot die tijd is het... ja. En we kunnen van jou van alles verwachten? Of juist het onverwachte verwachten? Ja, nee, ik wil gewoon proberen iets te bouwen en dan ook weer te veden. Ja, ja. En ja, dat vind ik leuk. Ja, tof. En ik vind het ook leuk om iets van ervaring te delen. Dus dat vind ik leuk in mijn nieuwe soort rol. Dat ik ineens, oh ja, dat is gewoon fijn. En stel nou dat je nu dagelijks ervaring zou delen voor mensen thuis vanuit OSCAM. Wat zou dan, om dit gesprek af te sluiten, een mooi beetje zijn op het gebied van jouw expertise voor de kijkers thuis? Goeie zeg, ja. Mag van alles zijn, hè? Je hebt zoveel gezien. Nou ja, wat ik denk een soort... en dat gaat weer... Het komt wel weer terug aan iets waar we het eerder over hadden. Ik denk dat wij bij Topnotch, Noah's Ark, ja, weet ik van hier heel veel, je bent zo goed en je wordt succesvol in iets wat je doet, omdat je allereerst er echt van houdt. Je hebt er passie voor. Je doet het dus inderdaad niet om geld mee te verdienen, hoewel dat uiteindelijk wel natuurlijk moet, want anders kan je het niet blijven doen. Maar het is en je bent een expert voordat je er aan begint. Want je bent eigenlijk al de hele tijd, wat het ook is wat je doet, aan het bestuderen wat het is wat je wil gaan doen. En dat blijf ik de hele tijd. Ik blijf dat doen, want op die manier blijf ik het ook leuk vinden. Wordt het nooit werk. Maar het is ook wat je altijd voor hebt op mensen voor wie het wel werk is. En zeker denk ik als je in de creatieve industrie bent, of zeker als je bijvoorbeeld een beginnende artiest bent. Ik denk dat vaak artiesten zichzelf onderschatten als... hoe goed ze alle aspecten van dat vak al weten. Los van muziek maken. Je weet over PR, je weet over marketing. Je weet over alle mogelijke aspecten daarvan. Je weet welke andere talenten er zijn. Ik moet denken altijd aan een... Boef op een gegeven moment wegging bij Sonamo en zijn eerste project uitbracht. En dat kwam toen op nummer 1 binnen. Dat was met... Habibi, die song. En ik weet nog dat ik in Hilversum, iemand van een groot platenlabel. En er stond hij op 1 in midden. Ik zei, ja, dat zag ook niemand aankomen. Nee, toen dacht ik van, ja, volgens mij iedereen onder de 17 zag dit aankomen. Want Boef, alle sessies van Boef gingen hard. Al zijn vlogs gingen hard. Dus iedereen had al data research genoeg om te weten, ja, Boef komt kapot maken. Ja. Alleen de mensen wiens werk het was, die ervoor betaald worden in de muziekindustrie, hadden geen clue. Nee, klopt. Had jij dat wel? Ja, zeker. We waren ook heel best aan het doen om zaken met hem te doen. Maar hij was zo vastberaden dat hij het zelf wilde doen. En had daar ook echt een enorme heldere visie, ook met die clip van Habibi. En het geld wat hij daarin investeerde, dat durfden wij op dat moment ook nog niet. En hij heeft dat gedaan en daar hebben we heel veel respect voor. Maar dat was altijd teken dat ik dacht van, ah ja, zie je wel, er is gewoon... En datzelfde geldt voor mensen bij alle grote merken. Die willen graag jongeren bereiken. Die zeggen, oh, we kunnen geen jongeren bereiken. En ondertussen zitten allemaal jongeren en denken, oh, wat de fuck moet ik nou gaan doen straks met mijn leven? Ja. En ben alleen maar aan het consumeren. Nou ja, je bent een fucking jongeren-expert. Je bent een ervaringsdeskundige. Je weet hoe het werkt. Maar probeer gewoon na te denken over... probeer de systemen te herkennen. En dan kan je ook gewoon... Ja, zo makkelijk dus, is het. Maar jouw advies is dus, als we het weer even een beetje trechteren, probeer de systemen te herkennen. Probeer het systeem en vertrouw vooral op dat je zelf, dat je al zoveel marktonderzoek doet, omdat je gewoon fan bent. Ja, ja. Dus dat is. Eigenlijk zou je een beetje moeten uitzoomen eigenlijk. En dan weet je precies wat er speelt. Je weet veel meer dan je denkt. Dat is gewoon het hele punt. Je hebt veel meer ervaring en je hebt veel meer kennis en veel meer gevoel dan dat je denkt. En, dan wordt, de mensen die het weten en die voor wie het nu een baan hebben, die werken eigenlijk alweer in een oud systeem. Ja. En jij bent ready om dat te gaan vernieuwen. Ja, voor de nieuwe generatie, je weet veel meer dan je denkt en je bent al lang ready. Dus wacht niet te lang. Kijk om je heen. Je weet veel meer dan je denkt. Zorg ervoor dat je OSCAM volgt op alle social media accounts voor meer online inhoud. En als je nog meer op de hoogte wilt zijn, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief op de website. Ik hoop dat iedereen veilig blijft, niet naar buiten gaat, na de avondklok natuurlijk. En dat we je binnenkort weer mogen verwelkomen hier bij OSCAM. Dus bedankt voor het kijken en bedankt Kees. Jij bedankt. Bedankt. Gems, gems, gems. Later, mijn naam is Akwasi.